Een aantal weken geleden hebben de shorttrackers van Team NL een nieuwe Mitsubishi mogen ophalen. In deze video ga je ontdekken wie de beste rijder is. Ik ben hier vandaag in het heilige der heiligen, het grote Tialf Stadion. Hier trainen ze dagelijks. Ja, ze zijn net klaar. En de grote vraag blijft natuurlijk, op het ijs, daar behoren ze tot de wereldtop. Behoren ze op de weg ook tot de wereldtop. Dat gaan we vandaag testen. Het kan natuurlijk niet hier binnen, maar dat gaan we buiten doen. Dus ik ga gauw die kant op. Kijk je mee? We gaan het beproeven. Nou, de shorttrackers staan er al helemaal klaar voor. Ja, we gaan eerst natuurlijk eventjes voorstellen. Hi, ik ben Michelle. Ik ben Hugo. Ik ben Friso. Ik ben Sven. Ik ben Itzak. En ik ben Bram. En we hebben voor jullie 3 challenges opgesteld die je met de auto gaat doen. En eigenlijk een beetje in vergelijking, net als bij het shorttrack, om die eerst maar eventjes te noemen. We gaan 500 meter gaan we rijden en dat gaan we natuurlijk net als bij de shorttrackbaan in rondes gaan we dat doen. We hebben het iets moeilijker gemaakt. Halverwege zit namelijk een slalom en dan moet je tussendoor weten te manoeuvreren. Nou, dat gaan we natuurlijk zo meteen proberen. Het gaat erom dat je dat zo snel mogelijk doet. Eventjes ter vergelijk. Ik heb me laten vertellen en voor mij zie ik iedereen ja knikken. Je kan dit gewoon op de schaats in 40 seconden zo'n rondje rijden. Ja, ja. En kijken of dat dus vandaag gaat lukken. Natuurlijk, jullie zijn topsporters. Dus nou, kijk, de coach staat er al. Een prachtige bokaal. Die is vandaag te winnen. We gaan dit doen in 2 teams. Hiernaast me staat team. Blauw. En jullie zijn er? Nou, klaar voor zou je zeggen. Bijna goed. Dus niet. En hiernaast dit is... Team Oranje. En wij zijn er klaar voor. Ja. Kijk, dat willen we horen. Mannen, we hebben er zin in. We gaan naar de auto's toe. Prachtige Mitsubishi Eclipse Cross staat hier achter ons. Daar gaat mee de challenge proberen. Het leuke is, om het wat moeilijker te maken, is ook een keer 4-wiel aangedreven. En aan de andere kant, daar ligt de slalom. Dus ik wens jullie heel veel succes. Yes. Let's go. Let's go. Yeah. 3, 2, 1... Pion om. En we door. 1 minuut en 7 seconden, maar een aantal pionnen om, dus er komt gewoon 8 seconden bij. Dus 1 minuut 15. We hebben hier team Oranje. En jullie de taak om dat beter te doen. Wie gaat er rijden? We hebben Sven. Hoe lang heb je rijbewijs al, Sven? Ik ken nu 5 jaar. Ja, 5 jaar. Dus ervaren bestuurder, toch? Noem je dat? Ik weet het zeker. Ik zou zeggen, ga lekker zitten, we gaan het proberen. 3, 2, 1. We hebben een tijd. 1 minuut 8. Ja, dat is... En 1 pion. Toch? Nee, geen pion. Hij staat niet om. Dus. Nou, we hebben een winnaar van de eerste challenge. Op naar challenge 2. Ja, team Blauw, jullie hebben wat goed te maken. We gaan naar de relay. Ken natuurlijk uit het shorttrack. Hoe werkt dat dan met een auto? We hebben 3 shorttrackers in een auto zitten. Bij ieder team. En uiteindelijk, na 2 rondes, wisselen ze door. Iedere bestuurder komt aan boord en die moet dus rijden. Ja, dat betekent wel één ding om het moeilijker te maken. In de hoek liggen, net als bij het shorttrack, liggen blokjes. Raak je die, krijg je dus strafpunten. Team Blauw, zet hem op. Andere auto, nieuwe kansen. En jullie gaan ervoor. 1 en ja! Nou, moest wisselen. Hij zou vast, dat was in. Go! Kom op! 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 Kom Het is gelukt, een tijd van
1 minuut en 31 seconden. Jullie hebben de standaard gezet. Nu is het aan Team Oranje om natuurlijk dat te overtreffen. Een tijd van 1.31 hebben jullie te klokken. Dus wat is jullie geheim? Nog harder. Dat kan, maar er zit ook een stukje behendigheid mee in. En ja, ze heel snel in- en uitstappen. Successen. Zet hem op. FBI! Nee, helaas. Helaas. Jullie zijn langzamer. Jullie hebben het minder efficiënt gedaan. Ja, ja, helaas. Dit hebben we heel duidelijk op beeld vast liggen. Wij gaan op naar challenge 3. We gaan op voor de derde challenge. Wat gaan we doen? Het eerste stuk gaan jullie zometeen hardlopen. Ja, rennen, hoe je het ook wil gaan noemen. Naar de overkant toe. Daar staat je andere teamgenoot klaar met de fiets. Fiets een bepaald stuk. En dan kom je aan. En daar staat jullie teammanager Geeske staat klaar met de sleutel van een Mitsubishi. Dan is de kunst om zo snel mogelijk de fiets in de kofferbak van de Mitsubishi te krijgen. Als je geluk hebt, heb je de grote Eclipse Cross. Maar ja, het kan ook tegenzitten. En hij mag in de Space Star. Overal kan hij inpassen. Maar ja, het is aan jullie vaardigheid om dat zo goed mogelijk te doen. Vervolgens ga je in de auto zitten. Als je erin zit, dan toeter je. En dat is het eindsignaal. Allebei hebben een punt. Dus degene die dit wint, wint de challenge. En wint natuurlijk deze fantastische bokaal. En niet te vergeten natuurlijk de eeuwige roem. 3, 2, 1. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. We take the west side, take out the east. Een fantastische tijd neergezet. Ja, we houden nog eventjes spannend. Want zometeen mag natuurlijk Team Oranje dit gaan doen. En kijken of ze het beter kunnen doen. Wat denk je? Ik denk niet dat ze het beter gaan doen. Misschien wel zeker niet, hè? Nou, we gaan het zo zien. Dan moet ik wel nog sneller dan Team Blauw het heeft gedaan, hè? Dan gaan we aftellen. 3, 2, 1. Sven, een topprestatie zeg ik. Ja, absoluut. We gaan natuurlijk even de exacte tijdwaarneming gaan we naast elkaar zetten. En dan gaan we natuurlijk bepalen wie de winnaar is geworden. Ik zie alleen maar hele gespannen gezichten hier. Nou, Geeske, jij hebt het verlossende antwoord. Het ging natuurlijk om de derde proef. Wie heeft het snelst uiteindelijk de fiets in de auto gekregen? Ik moet zeggen, ik was persoonlijk wel heel erg onder indruk van Team Oranje. Hoe ze dat toch zo snel in de Space Star hebben gekregen. Geeske, jij het verlossende antwoord. De mannen in Oranje hebben het heel goed gedaan. Maar reden in 1 minuut 5 seconden. En Team Blauw heeft iets beter gedaan in 44 seconden. Ja, dan hebben we daar een terechte winnaar. En natuurlijk een mooie bokaal met... ja, kijk, daar hoort natuurlijk wel champagne bij. Ik zou zeggen, maak hem open. Ja, een beetje schudden. Ja. Ja. Heb je ook zo genoten van deze challenge? En wil je natuurlijk nog veel meer zien? Volg ons dan op ons YouTube-kanaal van Mitsubishi. En dan zie je nog veel meer van de samenwerking tussen Mitsubishi en Team NL Short Track. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.